De keuken is tegenwoordig meer een woon-leefkeuken. Marit laat zich informeren over de laatste trends. Jullie werken samen met de Kitchen Art Studios. En dat betekent dan dat je staat voor exclusieve kwaliteitskeukens met bijzondere stijlelementen. Ja. Welke trend past bij deze keuken? Greeploos. En omdat die greeploos is, is het eigenlijk altijd een moderne keuken in combinatie met een klassiek front. Dat noten eigenlijk, dat is ja, wat roder hout. En zeker in combinatie met de Next 125 keuken. En daar hebben we natuurlijk ook dat hele mooie stijlboek voor. Daar staan zulke leuke en mooie onderscheidende foto's, maar ook ideeën, creatieve dingen, oplossingen waar we eigenlijk alle dagen mee bezig zijn. Ja. Wat eigenlijk onderscheidend is, als je hier tegenaan tikt, hoor je een glasfront. Ja. Wat ingezield is in een kaderfront, als waarde. Ja. Ja, en wat gelaagd glas is, maar zeker vaak fingerprint. Ja. Dat je, ja, je ziet er eigenlijk geen vingers op. Het gaat niet snel stuk. Het gaat niet snel stuk. Okay. Nee, het hout is wat klassieker, ja. Maar daarom is het zo heel mooi. En zeker aan de achterzijde heb je nog een hele mooie ribbel van 2 mm diep. Wat eigenlijk op dit moment veel gevraagd is. Er is ook altijd een hele ruime keuze op het gebied van apparatuur. Hè? En dat ontwikkelt zich steeds verder. Maar zijn er ook trends te noemen op het gebied van apparatuur? Trends zijn er wel te noemen, maar dat is puur op fysieke uitstraling van een product. Okay. En daar is Siemens nu vrij recent mee gekomen. Dus het bedieningspaneel is veranderd, ja. Is nog gebruiksvriendelijker geworden. Nou, en daarnaast hebben ze dan nog een hele bijzondere mooie greep gecreëerd. Maar als je hem dan open doet, dan kun je zien hoe makkelijk bedienbaar hij is. En dat er wel degelijk een greep zit. Ja, zeker.